Ruud, nou, laten we met je fysiek beginnen. Hoe ging het? Ja, het viel me niet tegen, maar gewoon conditioneel helemaal weg. Anderhalf jaar niks gedaan, dus ik ben helemaal op. Helemaal stuk. Knietje, ja, af en toe voel ik hem wel, maar goed, dat zijn zo. En, ik ken nog een beetje een balletje trappen, hè, dat heb je gezien. Dus, emotioneel? Ja, ja. Weet je wel. Toch het laatste deeltje, hè? Het is mooi, hè? Het is Nijnsel, een dorp op zijn best. Het is Willem II, het is FC Eindhoven. Twee clubs die jou in je armen gesloten hebben. En alles komt hier samen vanavond. Ja, ja, drie geweldige clubs. Ik denk dat ik bij de, voor mijn gevoel, de drie mooiste clubs van Nederland heb gezeten. Ja. Als ik gewoon kijk naar de clubs die het zijn geweest en wat ze gedaan hebben. En de mensen en de club zelf. Allemaal heel gemoedelijk, heel Brabants natuurlijk. Ja, zo ben ik zelf ook. Als ik kijk hoe die mensen mij geholpen hebben daar, bij Eindhoven, bij Willem II. Wat club is, ja, dan hoop ik echt dat die in de toekomst hoge ogen gaan gooien. En ik hoop dat ik Eindhoven nog ooit met Willem II in de Eredivisie tegengekomen. En hopelijk met Nijnsel nog een standje volgend jaar. Je hebt nog een heel leven voor je. Heb je er vrede mee, zoals het gegaan is? Ja, ik heb mooie momenten meegemaakt. Periodetitel bij Eindhoven. Natuurlijk de promotie, dat was de mooiste dag van mijn leven. Tot nu toe met Willem II. En het publiek in Nijnsel, dat vaak gewoon mee is gegaan naar wedstrijden. Toen bij Eindhoven speelde nog met de promotie en met bussen vol. Ja, dat zijn wel dingen die ik gewoon bijhoud en die ik nooit zal vergeten.